Misschien is het goed om mezelf eerst voor te stellen en dan iets te vertellen over het boek en de keuzes die ik daarin heb gemaakt en hoe het is opgebouwd. Mijn naam is Goos Cadol. Ik heb mijn leven lang eigenlijk gewerkt in de. Nee, niet mijn leven. Ik heb mijn leven lang gewerkt in de jeugdbescherming. Ik ben ooit opgeleid als onderwijzer en heb toen dienst geweigerd. Dat kon nog in die tijd. Toen was er nog dienstplicht voor mannen zoals ik. Ik heb geweigerd en ben toen in de kinderbescherming terechtgekomen als onderwijzer en daar blijven hangen. En ja, eigenlijk mijn hele leven lang in de kinderbescherming en de jeugdbescherming gewerkt. Ik heb aanvankelijk gewerkt in een residentiële instelling, daarna bij de gecertificeerde instelling, zoals het nu heet. En vervolgens bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daar heb ik heel lang gewerkt. Aanvankelijk op een aantal locaties van de Raad en later op het hoofdkantoor, eerst in Utrecht en daarna in de toren in Den Haag. Daar was ik betrokken bij de totstandkoming van de jeugdwet, onder andere, en bij de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen. En ik ben pas later rechter gaan studeren, zal ik zo meteen vertellen. En heb me toen vooral gericht ook op het vreemdelingenrecht en de combinatie vreemdelingenrecht-jeugdrecht. Dus ook bij de Raad hield ik me daarmee bezig en met het internationale jeugdrecht hield ik me daar bezig. Ik ben rechter gaan studeren nadat ik al in de praktijk werkte, werkte in een residentiële instelling. En ik merkte daar heel erg dat op het moment dat ik alleen maar met mijn kennis vanuit de sociale achtergrond het vak wilde uitoefenen, dat ik daar tegen een aantal grenzen aanliep en tegen een aantal problemen aanliep. En ik wilde heel erg meer van het recht weten. Ik ben toen rechten gaan studeren. En na mijn studie ben ik eigenlijk meteen begonnen met een promotietraject aan de Universiteit van Tilburg. En dat ging over het kinderrechtenverdrag in combinatie met het vreemdelingenrecht. Dat is al een behoorlijk aantal jaren geleden. Dus vreemdelingen hebben altijd wel ook een belangstelling gehad. En jeugdrecht, ik heb gestudeerd bij de Open Universiteit, omdat dat voor mij toen al werkende de beste manier was, de beste combinatie was. Maar jeugdrecht heb ik gedaan bij de UvA in Amsterdam. En daar was Mieke de Lange mijn hoogleraar. En nou, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Zij was een bevlogen hoogleraar die wat kritiek wel kon hebben en daar kon je met haar goed over sparren. Maar ze had nogal uitgesproken denkbeelden. En toen ik mijn eerste tentamen deed, toen zei ze: Nou, meneer Cadol, uw kennis is wel goed, daar markeert het niet aan. Maar een echte jurist die zult u nooit worden. En ik was hevig beledigd doordat ze dat zo zei. Want ik wilde zo graag een echte jurist worden. En ja, dat heeft me wel wat tijd gekost om te bedenken van ja, die achtergrond die ik heb, die sociale achtergrond, al die jaren werken in de kinderbescherming, onderwijzer, die neem ik wel met me mee. Die maken wel degene die ik ben, de persoon die ik ben. En ik heb het later vooral gezien als een compliment. En nu zie ik het vooral als een compliment. Bovendien, als ik naar haar eigen achtergrond kijk, had zij dezelfde achtergrond als ik ook later pas rechten gaan studeren. Dus ik dacht, nou ja. Ik ben naast mijn werk bij de Raad een tijd lang docent geweest bij Fontys in Tilburg. En recht. Daarna ben ik bij de Zuidhogeschool in Sittard gaan werken, ook docent recht. En als lector opvoeding in het publieke domein. Dat heb ik een aantal jaren gedaan totdat het geld op was. En toen ben ik gaan werken als onderzoeker, docent. Vervolgens met pensioen gegaan. Ik ben weer teruggevraagd bij Zuid. En daar geef ik nu recht aan de eerstejaars. En ik wilde het beperkt houden tot één leerjaar. Ik had ook de tweede en de derdejaars kunnen lesgeven. Maar dan heb ik gewoon mijn oude baan weer terug. En dan heb ik, ja, dan merk ik niet dat ik met pensioen ben. Dus dat wilde ik niet. Als je gaat kijken naar het soort jurist dat ik ben, dan. Ik heb bij de Raad altijd geleerd dat er twee groepen juristen zijn. Je hebt de legalistische juristen en je hebt de rekkelijke juristen. Ik hoor bij die laatste groep, denk ik. Ik vind het belangrijk, en zeker op het moment dat je in het werkveld je vak uitoefent, dat je ook met andere disciplines kan samenwerken, dat je elkaars taal probeert te spreken en dat je probeert te zoeken naar een oplossing die het beste voor cliënten is. En dat betekent dat je soms wat water bij de juridische wijn moet doen. Nou, dat heb ik dan mijn vak ook uitgeoefend. En nu ik met pensioen ben, doe ik dus dit nog bij de Zuidhogeschool. En ik zit nog in de klachtencommissies en de Raad van Advies van de jeugdinstelling. Dat is wat ik doe en wat ik ben. En dat verklaart ook een beetje de keuze voor hoe ik dit boek heb ingericht. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Ik heb dit boek geschreven omdat ik al jaren ervaarde dat studenten recht eigenlijk helemaal niet zo leuk vonden. Het stond ver van ze af.
Toen ik kwam bij de Zuidhogeschool, toen was de eerste les die studenten kregen, was met een dikke wettenbundel van Vermand of van Kluwer stikkertjes plakken op alle juiste wetten. En daar moesten ze dan in leren bladeren en zoeken en dat soort dingen meer. Nou, ik wed dat het wetboek al heel snel verdween als onderzetten onder een plant of wat dan ook, want ik denk niet dat ze het ooit hebben gebruikt. En rechts stond ver van ze af. En dat had voor een deel ook te maken met dat de boeken die gebruikt werden, tenminste in de opleidingen die ik heb gedaan, de boeken die gebruikt werden, waren ook vaak boeken die vanuit een juridisch perspectief waren geschreven. Men begon bijvoorbeeld met het uitleggen van het systeem van het recht en daarna werd het BW doorgewandeld van de bepalingen van de burgerlijke stand, helemaal aan het begin tot helemaal aan het eind, voor zover relevant. En studenten ervaren het als technisch en vonden het wel interessant, zeker als het met casuïstiek wat dichtbij kwam, maar het was toch een beetje de ver van de wetshow. En ik heb langzamerhand bedacht ik van ja, dat perspectief van de jurist moet niet leidend zijn, want dan wordt recht iets wat niet beklijft, waar ze zo snel mogelijk afstand van willen nemen. En eigenlijk moet het zo zijn dat dat recht geïntegreerd is in hun hele handelen en dat het in hun uitoefening van hun vak straks een belangrijk element is waar ze rekening mee houden en waar ze ook wat van weten. Dus ik vond dat het perspectief van die sociale professional veel meer leidend zou moeten zijn. Dat is een van de voornaamste redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Bovendien denk ik, ja, studenten die worden opgeleid als sociale professional, ze worden niet opgeleid als jurist, zelfs niet als een halve jurist, maar ze moeten wel van recht weten. Recht is wel een belangrijk element van hun hele van hun vak en van hun handelen straks in de praktijk. En het gaat mij dan vooral over het bevorderen van een juridisch bewustzijn, zodat ze weten van, oh, hier speelt iets juridisch, kan ik dat herkennen, kan ik dat plaatsen, en wat moet ik er vervolgens mee doen? En heel veel van de vragen die zij in hun praktijk tegenkomen, zullen wellicht moeten worden voorgelegd aan een jurist die bij de desbetreffende organisatie werkzaam is, die dan daar verder mee aan de slag zal moeten gaan. En zij moeten dat dan weer integreren in hun hele manier van handelen. Dus ik heb gekeken naar in dit boek, dat is denk ik de belangrijkste drijfveer geweest, het perspectief van de sociale professional veel meer naar voren halen, veel meer accentueren en denken zoals een sociale professional denkt. Nu ben ik zelf natuurlijk ook jurist en ik was sociale professional, maar dan loop ik ook in valkuilen en soms denk ik ook te juridisch of denk ik, ja, dit is belangrijk. Maar, nou. Dus dat was wel een beetje een struggle, maar uiteindelijk vind ik daar wel een mooi evenwicht in gevonden. En dat betekent dat het recht niet zo wordt behandeld in dit boek zoals in de andere boeken die ik ken, wordt behandeld voor sociale professionals. Dat betekent dat het recht wat verspreid staat door het boek en dat het heel erg gekoppeld is aan casuïstiek. En wat ik belangrijk vind is dat de sociale professional die dit boek gebruikt ook breed leert kijken. Dus het gaat niet alleen maar over het juridische gedeelte, maar het gaat ook over het eigen handelen. Het gaat over samenwerken met allerlei andere disciplines. Dat zijn zaken die ik in ieder geval belangrijk vind en die ik in dit boek ook wilde accentueren. Als het gaat over samenwerken, dan wordt dat wel benoemd in dit boek, maar het wordt verder niet heel erg uitgewerkt. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb een vorig boek geschreven met Lenny Haarsma samen, Verandering door Verbinding. En daar hebben we dat wel heel erg uitgewerkt. Maar in dit boek is dat niet verder uitgewerkt. Dan mag je naar de eerste slide, Nomi. Ja, de doelen. Wat wil ik nou met dit boek bereiken? Nou, ik zei al, ik wil het juridisch bewustzijn vergroten van studenten. Ik wil ervoor zorgen dat ze dingen kunnen herkennen. Dat ze weten van, oh, hier speelt iets juridisch. Voor een deel, dan hoort daar een bepaalde basiskennis bij. Ik zou het prettig vinden als ze het kunnen plaatsen. En dat ze weten van wat ze ermee moeten doen. Hè? Wanneer moeten ze een jurist inschakelen? Dat kunnen ze eventueel zelf. Dan gaat het over heel eenvoudige dingen. Maar voor heel veel zaken zullen ze ook juristen moeten inschakelen. En wat mij betreft is dat een belangrijk element van hun handelen. Dat het recht voor in hun hoofd zit. En dat ze zich daar bewust van zijn en dat ze dingen kunnen herkennen. Dat vind ik belangrijk. En als handvat, als voorbeeld noem ik bijvoorbeeld, ik heb in dit boek ook een aantal dingen gedaan over ouders. Op het moment dat je met ouders te maken hebt in je werkveld, in je vak,
dan ik maak in mijn werk het onderscheid tussen biologisch ouderschap, tussen sociaal ouderschap en juridisch ouderschap. Nou, er zitten verschillende rechten en verplichtingen aan vast. Ik heb heel lang bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en daar ontdekte ik wel dat mensen soms vroegen om toestemming of om instemming of wat dan ook. Terwijl die man of vrouw, meestal de man, helemaal daarvoor gevraagd had moeten worden, maar iemand die buiten de deur woonde gevraagd had moeten worden. Dus het gaat erom dat je dingen daarin kunt herkennen en dat je daar bewust van bent, dat daar meer laagjes spelen en dat ze dat inderdaad kunnen plaatsen. Een belangrijk element in het boek is het bieden van handvatten als oplossing van vragen en problemen. En dat doen we vooral aan, of doe ik vooral aan de hand van het mensenrechtenverhaal. In het begin van het hoofdstuk van het boek wordt aandacht besteed aan mensenrechten. En de definitie van het sociaal werk, daar zit die mensenrechten zitten daar ook heel duidelijk in. Dan gaat het mij niet zozeer over de juridische ins en outs van die mensenrechten. Het gaat me veel meer over het bedenken dat handvatten zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat het recht op privacy speelt, dat je weet dat er een recht op privacy is en dat het een zwaarwegend recht is, waar je betekenis aan moet toekennen, waar je invullingen aan moet geven en dat je daar niet zomaar van af kunt. Of we komen zo meteen nogal aan de voorkant. Maar nou, dat vind ik in ieder geval belangrijk. En die mensenrechten dienen niet vanuit een juridisch perspectief bekeken te worden, maar vooral vanuit hoe kan die sociale professional daar inhoud aan geven, hoe kan die daar vorm aan geven en hoe kan die daar plezier van hebben door dat te gebruiken als een handvat in zijn hele handelen. Wat ik verder doe in dit boek, wat het doel is van dit boek, is dat nou, het perspectief van de sociale professional natuurlijk, maar ook die brede blik die van hen gevraagd wordt. En als je kijkt naar de wetgeving op het sociale domein, dan zie je dat zie je de jeugdwet bijvoorbeeld heel duidelijk, dat er wordt gezegd dat er moet worden samengewerkt met het onderwijs en met gezondheidszorg. En dan wordt dan verder in die wet niet heel uitgebreid beschreven hoe dat dan moet. Dat wel wat uitgebreider gekund wat mij betreft, denk ik. Maar samenwerking is belangrijk en samenwerking niet alleen maar met gezondheidszorg en onderwijs, maar ook met allerlei andere disciplines is het belangrijk om samen te werken. En ik merk uit de praktijk dat samenwerken wel een van de lastigste dingen is die je in de praktijk moet vormgeven of kunt vormgeven, omdat alle disciplines hun eigen regeltjes kennen, hun eigen taal kennen, hun eigen criteria kennen en daar moet je elkaar in proberen te vinden. Ik heb in het vorige boek dat ik met Lenny Haarsma heb geschreven, hebben we heel erg nadruk gelegd op competenties die erbij horen. Sociaal ondernemerschap bijvoorbeeld. Hoe geef je dat vorm? Hoe zorg je ervoor dat je vanuit allerlei gebieden de informatie haalt die je nodig hebt om met jouw cliënt de beste oplossing te zoeken? Dat hebben we daar heel erg uitgewerkt. Omgevingsbewustzijn, een hele belangrijke competentie wat mij betreft. Je moet weten wat er in de samenleving speelt. Ik vraag altijd aan studenten wat ze het laatste vaktijdschrift is wat ze hebben gelezen. Maar dan krijg ik niet hele positief stemmende antwoorden over het algemeen. Er wordt niet zo heel veel gelezen wat mij betreft. Of veel te weinig gelezen wat mij betreft. En ja, in het college noem ik heel vaak het voorbeeld van bijvoorbeeld onverantwoord ouderschap. Dat is in de Kamer is dat een aantal keren voorbij gekomen en het komt in de afgelopen jaren zie je dat steeds terugkomen en ook nu speelt het soms ook weer. Onverantwoord ouderschap voor ouders die een kindje op de wereld hebben gezet waar ze niet zelf voor zorgen omdat ze niet de competenties daarvoor hebben, niet de vaardigheden daarvoor hebben. En om te voorkomen dat er een tweede kind komt wat ook meteen in het huis geplaatst moet worden, zou je dan volgens die wetsvoorstellen medicatie moeten toedienen bij de vrouw om ervoor te zorgen dat zij niet opnieuw zwanger wordt. Nou, dat heeft het allemaal nooit gehaald. Er zitten allemaal hele lastige juridische complicaties bij. Maar als je daarvan bewust bent als sociale professional, en zo kwam ik erop, dan weet je dat op het moment dat je te maken hebt met iemand die niet goed voor zijn kinderen kan zorgen of die daar nog heel veel in moet leren. En dat speelt heel erg in de samenleving, die discussie over onverantwoord ouderschap. Dat in ieder geval iets is wat ook je hele handelen kan beïnvloeden. Hè? Dat sommige mensen zullen zeggen van nou, die mevrouw moet geen kans krijgen. Dat is anders dan wanneer dat niet speelt bijvoorbeeld. Dus dat omgevingsbewustzijn, kijk naar vreemdelingen, hoe je daarmee omgaat. Als er een hele strakke
opvatting is over wie dit land mogen betreden en wie niet, dan heeft dat gevolgen voor de wijze waarop met vreemdelingen werkt en wat je kan met vreemdelingen over het algemeen. Nou, dus dat vind ik belangrijk, dat het omgevingsbewustzijn, en dat hebben we in dat vorige boek heel erg uitgewerkt, maar dat komt in dit boek komt dat ook weer terug samen met dat sociaal ondernemerschap. En dan niet onbelangrijk vind ik dat ik het prettig zou vinden als studenten ervaren dat dit vak een leuk vak is. Dat ze daar wat aan hebben, dat ze er iets mee kunnen doen en dat het eigenlijk heel dichtbij staat. Recht is voor een deel ook het dagelijks leven en wat erin speelt. En je kan elke situatie kan je juridisch vertalen en kan je juridische elementen aan toevoegen. Als je dat heel dicht bij studenten brengt, dan vinden studenten dat over het algemeen wel leuk. En het zou mooi zijn als zij na 4 jaar opleiding denken van nou, dat recht dat is onderdeel van mijn handelen en daar wil ik mee aan de slag en daar kan ik ook mee aan de slag. Mag je de volgende slide, Noni? Wat zijn nou belangrijke kenmerken? Nou, er komen een aantal dingen terug die ik net ook al heb genoemd. Die mensenrechten zijn belangrijk. Ik heb het eerste blok van mijn lessen dit jaar volledig besteed aan mensenrechten. En wat de implicaties daarvan zijn voor het handelen van een sociale professional. En nogmaals, het gaat mij dan niet zozeer over jurisprudentie van het Europese Hof. Het gaat mij veel meer over leren dat rechten gefundeerd zijn, dat die ergens vandaan komen. En dat op het moment dat je als sociale professional dat kan herkennen, dan kan je wellicht ook makkelijker daarmee aan de slag gaan. En dan weet je ook beter waarvoor je staat. Een van de studenten noemde bijvoorbeeld een voorbeeld van een mevrouw die in een verzorgingshuis woonde. En die haar post op haar kamer kreeg. En die post was opengemaakt. Nou, dan, en die student vroeg zich af, ja, kan dat nou? Mag dat? Als je weet dat er recht op privacy is, dan kan dat natuurlijk niet. En dan kan je ook veel sterker staan in je handelen naar de organisatie of naar beleid wat daarop gemaakt is, wat dan ook. Dus die mensenrechten zijn belangrijk om rechten te kunnen herkennen en te weten wat zwaar weegt en waar je niet zomaar van kan afwijken. En waar je dan ook beter je handelen op kan afstemmen. Die mensenrechten zijn veel meer een denkwerk, een denkraam, een denkkader, een raamwerk voor studenten om te gebruiken en te handelen. En wat ik belangrijk vind is dat ze leren dat je daar wat aan hebt, dat het inderdaad helpt om zaken te kunnen definiëren en dichter bij een oplossing te kunnen komen. Dus daar besteed ik in het boek, in elk hoofdstuk wordt daar aandacht aan besteed. En in het eerste deel gaat eigenlijk alleen over mensenrechten. En dat loopt dan verder door het boek heen als een soort rode draad. Ik hoop dat de studenten daar dingen overhouden die zij in de praktijk kunnen gebruiken. En ik besteed dan ook, als je kijkt naar de mensenrechten die er zijn, dan is wat mij betreft een van de belangrijkste mensenrechten, en dat vind je in elk verdrag terug, zeker in het begin van verdragen, waar de overweging is geschreven, het recht op menselijke waardigheid. Dat speelt in sociaal werk speelt dat natuurlijk heel erg een rol, respect voor menselijke waardigheid. Heb je nou datgene gedaan wat deze persoon goed tot zijn recht laat komen? En had je daar nog meer in kunnen doen of had je dingen anders kunnen doen? Dat doen we aan de hand van heel veel voorbeelden. Er is bijvoorbeeld in colleges uitgebreid gesproken over mensen met een verstandelijke beperking die willen trouwen. Met een zware verstandelijke beperking die willen trouwen. Kan dat? Hoe zit dat? Ik heb wellicht bekend bij u de baby Hendrikeszaak uitgebreid besproken. Het jongetje wat door de Raad voor de Kinderbescherming naar het huis was geplaatst als baby na geboorte, omdat beide ouders verstandelijk beperkt waren. En met heel veel juridische procedures is gebleven een tijdje totdat hij uiteindelijk weer teruggeplaatst is thuis. Die baby Hendrikeszaak vind ik wel een beetje het sociale domein zoals het nu in de wet is vastgelegd, avant la lettre. Nadruk op de omgeving die een ondersteuning moet bieden en nadruk op competenties van ouders zelf versterken. Die mensenrechten zijn belangrijk, zijn een belangrijk onderdeel in dit boek. En die horen daar ook wat mij betreft. En zeker omdat, ook als je kijkt naar de internationale definitie, dat ook uitgebreid of in ieder geval goed wordt benoemd. Alle
hoofdstukken beginnen met een casus. De casuïstiek is belangrijk. Ook in mijn colleges is casuïstiek belangrijk, maar in dit boek is casuïstiek ook belangrijk. En in de casus zitten de thema's die in het verdere hoofdstuk worden uitgewerkt. En dat betekent ook dat ik niet begin met een uitleg van het systeem van het recht, wat in heel veel juridische boeken wel gebeurt, maar dat verspreid door het boek heen een plek krijgt. En dat betekent bijvoorbeeld dat in het hoofdstuk over lichamelijke gezondheid, waar het gaat over een oudere man die gezondheidsklachten krijgt, en die op een gegeven moment de stad infietst en van zijn fiets wordt getrokken en wordt beroofd van zijn horloge en zijn portemonnee, dat daar het strafrecht ook wordt behandeld. En dat betekent dat in het hoofdstuk over sociale relaties het privaatrecht wordt behandeld. En dat betekent dat in het hoofdstuk over financiën bijvoorbeeld het bestuursrecht wordt behandeld. En op zo'n manier dat het past in de casus die beschreven staat. En op zo'n manier dat het, en ook zo uitgebreid als het moet of hoeft naar mijn idee. En dat een aantal dingen die in traditionele juridische boeken gebeuren, die spreek ik hier niet of nauwelijks, omdat ik denk dat voor sociale professionals, van dat perspectief, veel minder belangrijk is. En de dingen waarvan ik denk dat het wel belangrijk is, die worden uitgebreider besproken. Ik heb gezocht naar een systeem om te bedenken van waar zoek ik naar de onderwerpen die in dit boek besproken moeten worden en waar zoek ik naar de thema's waar al het recht aan moet worden opgehangen. En ik ben uitgekomen bij de 7 leefgebieden van Movisie, zoals Movisie die hanteert. En die zijn in dit boek de kapstok. En dat betekent dat er die 7 leefgebieden, dat zijn ook de 7 hoofdstukken van het middengedeelte, waarin al die leefgebieden uitgebreid worden behandeld. En dat kostte ook wel moeite, want het ene leefgebied kent minder juridische begrippen dan het andere leefgebied. En bijvoorbeeld het hoofdstuk over sociale relaties, alle hoofdstukken kennen ongeveer 10 pagina's. Het hoofdstuk over sociale relaties, daar moest in wat moest passen in die 10 pagina's. Dus daar moet je ook keuzes maken van wat je daarin beschrijft en wat je er niet in beschrijft. Belangrijk vond ik dat het praktisch en hanteerbaar moest zijn, het boek. Dat prettig moet zijn om te lezen, dat het makkelijk moet zoeken. Dat je makkelijk en snel dingen moet kunnen vinden, de informatie die je wilt. En wat daar kenmerkend in is, is dat de informatie, of een andere rode draad naast de mensenrechten, is het omgaan met de discretionaire ruimte die sociale professionals hebben. Dat is een begrip waar veel over is geschreven en waar nog veel meer over geschreven zou kunnen worden wat mij betreft. Maar waarin organisaties misschien nog wel te weinig aandacht aan wordt besteed. En daar zit een groot deel van de ruimte die sociale professionals hebben of kunnen pakken of nemen, zich toe-eigenen om datgene te doen wat goed is voor een cliënt en met hun cliënt. Dus dat speelt ook door het boek heen wel heen als een soort rode draad. En belangrijk ook omdat als ik kijk naar de wetgeving die er is van 2015 op het sociale domein, dan is een van de belangrijkste doelen van de wetgever geweest om de regeldruk te verminderen. Nou, ik denk niet dat dat echt gelukt is, wat mij betreft. Ik denk dat er een overvloed, een overkill aan regels is. En daar heb je sociale professionals mee te maken. En dan is het om te kunnen gaan met die discretionaire ruimte wel heel erg belangrijk. Om die te pakken daar waar het nodig is. En te weten waar het kan en waar het niet kan. Er zijn natuurlijk ook juridische regels waar je niet omheen kan, die je gewoon moet naleven. Maar er zijn er ook waar je wel wat ruimte in kan vinden. Er is een website behorend bij dit boek waar alle informatie die niet in het boek paste of die te omvangrijk was, daar is opgenomen. Daar zitten ook de opdrachten bij, bij elk hoofdstuk. Bij elk hoofdstuk passen een aantal opdrachten en die zitten staan op de website. Maar ook de thema's die niet uitgebreid behandeld konden worden, vind je daar terug. Bijvoorbeeld islamitisch huwelijk, dat heb ik niet uitgebreid beschreven in het boek, maar vind je wel uitgebreid terug op de website. Als het gaat over, nou, we hadden het net over discretionaire ruimte. Er wordt de term schouwruimte ergens genoemd in het boek. Daar zitten allerlei stukken bij die erbij passen. Die vind je ook terug op de website. Praktische regelingen rondom schulden. Een schuldsanering vind je terug op de website. Daar vind je heel veel informatie die worden opgenomen. Omdat daar ook gewoon beperkingen zaten aan het aantal pagina's per hoofdstuk.
Hoe ben ik nou te werk gegaan? Ik heb in eerste instantie een lijst gemaakt van allemaal juridische begrippen die in dit boek zouden moeten terugkomen. Die heb ik laten meelezen door een aantal mensen. Die hebben daarop gereageerd. Daar zijn onderwerpen bijgekomen. Er zijn onderwerpen wat minder belangrijk geworden. Nadat de hoofdstukken zijn geschreven, zijn alle hoofdstukken ook meegelezen door een specialist op dat terrein. En dat leverde wel belangrijke en zinvolle informatie op voor dit boek, omdat als je een boek schrijft vanuit het perspectief van sociale professionals, dan hoef je niet altijd even gedetailleerd te zijn in het recht, omdat dat is overgelaten aan juristen wat mij betreft. En kan je soms wat grofmaziger zijn, maar daarmee moet je wel heel goed letten op je taal bijvoorbeeld. En ik had bijvoorbeeld in het boek geschreven dat als je bij het rechtshofproces komt als je eerst een rechtbankprocedure hebt gevolgd en niet eerder. En een van de meelezers zei van ja, maar dat klopt niet helemaal. Want er staat in het wetboek één uitzondering, strafvordering, artikel 12, waarbij je als officier niet tot vervolging overgaat, je rechtstreeks naar het hof toe kan. Oké. Nou, dat betekent dat je je taal daarop moet aanpassen. En dat vond ik wel een van de, was een leuke struggle, maar ook een lastige struggle zo af en toe. Omdat het moet wel kloppen, juridisch natuurlijk. En dat kost ook wel wat moeite, omdat als je schrijft vanuit dat perspectief van de sociale professional, dan was ik eerder geneigd om wat grofmaziger te zijn. Dat is ten aanzien van het meelezen. Dan mag je naar de volgende slide gaan, Nobi. Nou, dat zijn de 7 leefgebieden van mijn visie waar ik het net over had. Deze zijn de 7 hoofdstukken die het middenstuk vormen van het boek. Het eerste deel gaat over mensenrechten. Het tweede deel gaat over deze 7 leefgebieden. En als u kijkt naar de psychische gezondheid, bijvoorbeeld het hoofdstuk, dan vindt u daar een aantal onderwerpen die daarin worden behandeld, die daarin terugkomen. En ook daar zitten soms verwijzingen naar de website. Waar we hebben vaak over uitgebreide informatie. Bijvoorbeeld over de participatiewet. Daar staat op de website veel meer over. In het boek staat er veel minder over. En als het gaat over bijvoorbeeld, ik noem dat net ook al, sociale relaties, dan zat daar zoveel informatie erin kon zitten in dat hoofdstuk, dat het niet allemaal in die 10 pagina's kon. En daar vindt u ook het nodige over op de website terug. Het was soms een beetje zoeken naar hoe ga ik dat nou zo goed mogelijk verdelen. En hoe zorg ik dat al die onderwerpen toch terecht kunnen op een plek behandeld worden en voldoende ruimte krijgen. Maar ik denk dat dat redelijk goed gelukt is. Ik sta altijd open voor kritiek en voor opmerkingen waar ik dingen beter had gekund. En wellicht als er een tweede druk komt, dan kunnen we daar nog uitgebreider naar kijken. En dan mag je naar de volgende slide gaan. Ik noemde het al, het boek kent 3 delen. Het eerste deel mensenrechten. Het tweede deel gaat over de leefgebieden van mijn visie. En het derde deel gaat over het handelen van de sociale professional zelf. En daar komen het klachtrecht, de beroepscode en de privacyregelingen aan de orde. Ik zou denken van als je dit boek wil gebruiken, dan zou je wel altijd met deel 1 moeten beginnen met die mensenrechten, omdat die door de rest van het boek ook een belangrijke rol spelen. Maar voor de rest kunnen de hoofdstukken door elkaar heen behandeld worden. Niet ieder hoofdstuk hoeft op de volgende behandeld te worden zoals het in het boek staat. Er zit een goed register bij, uitgebreid register, waardoor je ook snel dingen informatie kan vinden die je hebben wilt. Dus dingen kunnen ook door elkaar behandeld worden. En als een les eigen casuïstiek wordt gebruikt, dan zou je daar de thema's bij kunnen zoeken die daarbij passen en in de boek te vinden zijn of op de website terug te vinden zijn. Ieder hoofdstuk begint met een casus, een uitgebreide casus. Daar zijn alle juridische thema's die daarin terug te vinden zijn, zijn verder in het hoofdstuk uitgewerkt. En ik heb geprobeerd de casus verder door het hoofdstuk heen verder te schrijven, uit te werken, bepaalde details eruit te halen die van belang zijn om nog verder toe te lichten. Dus die casuïstiek is heel erg belangrijk. En ik werk nu met dit boek voor de eerstejaars bij de zaakkamperschool. En in de colleges doe ik niet het boek, maar doe ik de dingen die ik dan verder nog wil uitwerken. Maar ook aan de hand van heel veel casuïstiek. En ook casuïstiek van studenten zelf. Dat vind ik heel erg leuk als studenten zelf met casussen komen en je daarmee daarop kan ingaan. En nogmaals, allemaal om dat juridisch bewustzijn te bevorderen, om dat te vergroten, om te leren
dat het echt een onderdeel is van het leven. En dat het voor een hoofdstukje zit om daar alert op te zijn. En dat te kunnen herkennen en dat te kunnen plaatsen. Wat dit boek ook kenmerkt, is denk ik dat er een koppeling is tussen de casuïstiek, alle juridische onderwerpen, als het gaat over bijvoorbeeld psychische gezondheid, als het gaat over werk of financiën, maar ook over het eigen handelen van de sociale professional. En met name dat derde deel van het boek, waarbij het gaat over de ethische en wettelijke regels, privacy, klachten, beroepscode. Dat zijn zaken waar het eigen handelen natuurlijk heel erg in terugkomt. Maar ook in de zaken daarvoor doe ik dat. Laat ik het ook regelmatig terugkomen. Ook met voorbeeldjes. Er staat bijvoorbeeld een voorbeeldje in het boek van een sociale professional die informatie deelt met een huisarts, waardoor die geen toestemming had. En daar wordt een klacht over ingediend. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe is dat om een klacht te krijgen? Er staat een voorbeeld in het boek over een mevrouw die schuldhulpverlener is en met een cliënt werkt om de schulden zo goed mogelijk te kunnen saneren. En dan merkt dat in het hele verhaal van die mevrouw ook nog andere dingen spelen. Bijvoorbeeld dat zij door haar baas ontoelaatbaar wordt benaderd en die man allemaal seksuele avances maakt. En deze schuldhulpverlener denkt van ja, dat kan ik niet laten gaan. Ik pak hier mijn discretionaire ruimte en ik vind dat deze mevrouw hier verder in zou moeten helpen. In eerste stapjes. En dan moet ze uiteindelijk verder geholpen worden bij de plek waar dat het beste kan natuurlijk. Maar daar discussie over krijgen met haar baas. Nou, dat soort dingen vind ik ook belangrijk om aan de orde te laten komen. Omdat die ook in de praktijk spelen. En zeker de beroepscode vraagt van werkers dat ze ook kritisch zijn naar hun eigen organisatie. En dat ze zaken bespreekbaar maken. En ten aanzien van ruimte nemen bijvoorbeeld. Het voorbeeld van je mag maar 5 contacten hebben en ik heb er meer nodig om daar te komen met een cliënt waar ik wil. Dat zijn natuurlijk hele voor de hand liggende voorbeelden en waar we met de collega's in ieder geval uitgebreid aan kunnen besteden en daarover discussiëren met elkaar. Dat zijn belangrijke elementen van dit boek. En ik denk dat als ik kijk naar wat ik over wilde vertellen, dat ik ongeveer wel rond ben. Ja, ik heb verteld dat de onderwerpen uitgebreid door elkaar kunnen worden behandeld. Hè. De uitgever heeft gezorgd voor een uitstekend register, vind ik zelf, waarbij je snel dingen kunt vinden. En er zit onderaan een signaal, een vinkje, waardoor je weet van, oh, hier kan ik op de website dat vinden. Dat is ook goed aangegeven. Dus in die zin is het volgens mij ook een heel praktisch en bruikbaar boek. De eerste opmerking van studenten die ik daarvan kreeg, gingen ook die richting uit. Prettig leesbaar, goed dingen te vinden. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die anders kunnen of die beter kunnen. Maar ik hoop dat ik geslaagd ben in dat perspectief van die sociale professional meer naar voren te brengen. En ervoor te zorgen dat veel meer dat recht als leuk wordt ervaren, veel meer in hun hoofd zit. En dat het ook echt onderdeel gaat vormen van hun handelen. En niet de ver van mijn bed show is, zoals het in het begin dat ik dat wel vaak ervaarde van studenten. Tot zover mijn verhaal. Roept dit vragen op? Ja. Ja, ik heb wel een vraag. Dankjewel voor je. Voor het vertellen over het boek. Het was heel helder. Ik had wel een vraag, want in de inkijk zag ik ook dat er online ook opdrachten gekoppeld zijn aan dit boek. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor soort opdrachten moet ik dan denken? Het zijn opdrachten die toetsen of je de stof die in het boek beschreven staat, of je dat hebt begrepen, of dat je dat kan toepassen. Het zijn soms heel erg kennisachtige vragen. Of opdrachten, maar het zijn ook opdrachten waar het gaat over de toepassing van de kennis die je hebt gelezen in het boek en hoe je dat in de praktijk brengt. Ik geloof dat er per hoofdstuk zitten 3 opdrachten. Die kunnen gebruikt worden om je eigen kennis daarin te toetsen en je toepassing te kunnen toetsen. Is dat een antwoord op je vraag? Zeker weten, dankjewel. Ja, want ik was heel erg benieuwd hoe jij dat dan nu ook in de lessen gebruikt. Bij de Zuidhogeschool doen we het zo dat we. Ik gebruik dit boek, dus ze lezen de hoofdstukken waar die besproken worden in een bepaald blok.
ik maak een PowerPoint en ik maak heel veel casuïstiek. Ik doe heel veel met casuïstiek. Allemaal kleine casusjes en daar laat ik ze over discussiëren. Daar gaan we met elkaar over aan de praten. Dat gaan we verder uitzoeken. Ze zoeken dingen op in de les. En op die manier probeer ik dat recht veel beter tussen de oren te krijgen. En ik probeer de casussen simpel te houden en heel dicht bij hen te laten zijn. En dat betekent dat... In het recht heb je heel veel uitzonderingen en je hebt ook weer uitzonderingen op de uitzondering. Nou, die ga ik allemaal niet bespreken, tenzij het relevant is, maar over het algemeen hou ik het redelijk bazaal. En ik probeer hen zich bewust te laten zijn van het feit dat er juridische thema's spelen en hoe je die kunt benaderen. Dat is zoals ik het in de praktijk gebruik. En ik denk, als ik geef 4 colleges in een blok ongeveer. Nou, ik denk dat ik wel 60 casussen behandel in die 4 colleges. Ik doe er echt heel veel. En ik doe heel veel aan de hand van casuïstiek en leg de theorie dan aan de hand van die casuïstiek uit. En dat bevalt mij goed in plaats van... Ik heb in het begin wel, toen ik pas begon, kan ik me herinneren, heb ik dat perspectief van die jurist veel meer naar voren laten komen. Ik ben natuurlijk ook jurist. En ik merkte dat studenten dan op een gegeven moment afhaakten. En dat het lastig was om alles te blijven volgen. En nu, deze manier die ik nu heb gevonden, met heel veel casuïstiek en aan de hand daarvan de theorie uitleggen, bevalt mij veel beter, maar bevalt studenten ook veel beter. En ik zie dat studenten het ook leuk vinden om daar met elkaar over te discussiëren. En er is niet één weg die naar Rome leidt, maar soms leiden er meerdere wegen naar Rome. Ook dat te laten zien, ja, wordt het een vak wat studenten ook wat praktisch wordt en hanteerbaar wordt voor ze. Zo doe ik het. Maar er zijn natuurlijk meer manieren om dat te kunnen doen, denk ik. Helder, dankjewel. Graag gedaan. Andere vragen? Opmerkingen? Heeft iemand het boek al gezien? Of? Nee, ik heb hem nog niet... Ja, online heb ik hem een deels bekeken, maar nog niet... Okay. In mijn handen gehad. Dus ik heb er wel een docentexemplaar besteld ter beoordeling. En je geeft recht ook op de hogeschool? Nee, ik ben... tenminste, recht zit bij ons wel... is een onderdeel van ons thema-onderwijs. Wij hebben niet zozeer vakken meer. Oké. Ik geef zelf wel in het vierdejaars in het gedwongen kader... doe ik wel dingen met recht. Maar het is daar een onderdeel van een groter geheel. Okay. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe bijvoorbeeld dit boek daar binnen zou passen. Want ik denk dat het zeker belangrijk is voor sociaal werkers om, en sociaal professors om zicht te hebben op alle juridische onderdelen waar ze mee te maken hebben. Zeker als je het koppelt aan die verschillende leefgebieden van mijn visie, is dat denk ik heel nuttig. Ja, ik vond in de hogeschool waar ik heb lesgegeven en nu nog steeds lesgeef, dat recht aanvankelijk een beetje een onderbedeeld kindje was. Te technisch werd benaderd. En wat we hebben niet een manier van het onderwijs waarbij dat op thema's gaat. Maar we proberen wel, we doen wel een aantal colleges met een aantal docenten samen bijvoorbeeld. Om ook bepaalde vakgebieden met elkaar te integreren. Dat thema-onderwijs vind ik ook interessant hoor, om te doen. Omdat ik denk dat je dan nog veel duidelijker kan maken dat het recht een onderdeel is van het hele handelen en het hele pakket waar sociale professionals moeten leren. Klopt. Wij zijn een aantal jaar geleden teruggegaan of naar het thema onderwijs gegaan. En ik weet niet wat de aankomende jaren de bedoeling is in de ontwikkeling van het onderwijs. Ja. Maar het is inderdaad een ondergeschoven kindje vaak. Ja. Omdat het vaak bij sociaal professionals zelf niet iets wat is wat zij heel snel op het netvlies hebben. Nee. En dan ook in als docenten zijnde niet heel snel op het netvlies hebben. Maar... Nee, maar ik moet zeggen dat ik had, niet om mezelf al hier op de borst te slaan, maar ik had de laatste college, dus een student die zei van, ik vind het recht eigenlijk wel heel erg leuk, misschien wil ik wel rechten gaan studeren hierna. Nou, dan denk ik, dan ben ik al heel erg dik tevreden, op het moment dat het recht zo interessant is voor studenten, dat ze het zelfs zo leuk vinden dat ze er overwegen om dat te gaan studeren. Dat hoeven ze van mij niet allemaal, maar... Het leuk vinden van het recht, het recht deel laten zijn van een hele pakket van handelen, vind ik wel heel erg belangrijk, ja. Er is een vraag. Oh, dankjewel. Er is een vraag, ja. Ik weet niet of ik te horen ben. Zachtjes, ja.
Ja, mijn geluid doet het heel slecht. Dus, ik hoor het nu goed. Ik hoor het goed. Je hoort het nu goed? Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik heb het boek dus wel gelezen, deels niet helemaal. Maar dat komt dat ik zelf. En nu hoor ik u wegvallen. Nu weer wegvallen. En ja. Nu? Nu hoor ik u wel, ja. Ik geloof dat ik op een bepaalde manier moet blijven. De camera doet het ook niet, sorry daarvoor. Maar ik ben erg blij met het boek, want ik kreeg het vak politiek en recht. Ik doe overigens alle juridische vakken op sociaal werk. En dan werk ik met een reden tot groot verdriet van studenten. En ik kom wel heel erg aan tegemoet, omdat het vanuit dat mensenrecht. Ik hoor maar heel weinig. Oh, ja, misschien moet ik het even typen. Ik weet niet hoe ik het geluid beter krijg, dus ik typ het even. Ja. En de chat? Ja. Sluit goed aan bij het vak politiek en recht. Mooi. Mooi. En dat is een vak wat ook gegeven wordt voor sociale professionals. Yes, ja, ja. En welke hogeschool? Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden, oké. Ja, en het is heel erg, ik moest het vak combineren. Ik weet niet of ik nu te verstaan ben. Ik weet het niet. Ik moest het vak combineren tussen politiek en recht. Ja. Omdat er ook een soort politieke bewustwording bij studenten nodig is die in sociaal werk. Dus ook hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. Ja, helemaal mee eens. En ik denk als het gaat over politiek, dan sluit dat mooi aan bij de competentie die ik in mijn vorige boek met Lenny Haarsma heb uitgewerkt. Maar die in dit boek ook wel naar voren komt. En dat omgevingsbewustzijn en weten wat er in de samenleving speelt en hoe dat jouw handelen kan beïnvloeden. En ik denk als je alleen maar bent gericht op het contact tussen jou en je cliënt en je verder niet bezighoudt met wat in de samenleving speelt, dan kan je daar behoorlijke dingen in missen. En het is belangrijk om je daar bewust van te zijn en dat ook een plek te kunnen geven en te weten in hoeverre dat jouw discretionaire ruimte bijvoorbeeld beperkt of juist vergroot in het handelen met cliënten. Dat vind ik een bijzonder interessant thema. En dat sluit daar mooi op aan, denk ik. Ja, en dat was wat ik dan nog een beetje jammer vind. Ik had ook in het boek graag iets over die gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Dat een sociaal professional ook gewoon bij de gemeente af en toe gewoon aan het loketje kan gaan kloppen en zeggen van dit kan gewoon niet. Ja, ja, de gemeente heb ik niet heel uitgebreid besproken in dit boek. Dat komt, de WMO staat er wel in gemeld, maar ook beperkt. Die vindt in de website staat daar wel meer informatie over. In het vorige boek wat ik heb geschreven, wordt dat uitgebreider met elkaar besproken. Maar dit is een terechte opmerking en die noteer ik. En mocht er een tweede druk komen, dan gaan we daar zeker naar kijken. Ja, ja, dat zou echt. Ik ga het boek ook waarschijnlijk gewoon voorschrijven. Dus ik denk... Oh, nou, mooi. Mooi. Alleen ga ik dan bij ProDemos dan wel wat informatie zoeken over. Besluitvorming en hoe wetten tot stand komen. Dat soort dingen is wel handig dat ze dat ook weten. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb ik had ook gemerkt dat een aantal, als je boek klaar hebt, dan wordt het door een aantal meelezers gelezen. Nou, dan ga je die opmerkingen verwerken. En op het moment dat het naar de uitgever gaat en de redactie eroverheen gaat, dan kan je niet hele grote dingen meer veranderen. En er zijn natuurlijk altijd dingen die je op het moment dat je zo'n boek hebt geschreven bedenkt, oh, dat had er misschien ook in gemoeten. Of dat had misschien net iets anders gekund. En zeker als het af is en je ziet het gedrukt liggen, dan denk ik, oh, nou, mocht er een andere druk komen, wil ik dat dan weer anders. En dat de gemeente was mij ook daarin opgevallen. En ik moet zeggen dat wat ik doe in colleges, daar geef ik daar wel veel meer informatie over. Ik doe in colleges andere dingen dan in het boek wordt gedaan. En met elkaar vormt het de kennis die zij tussen de oren moeten gaan krijgen. Maar daar besteed ik daar wel meer aandacht aan. Maar het zou goed zijn als dit boek daar ook wellicht nog wat meer aandacht aan besteed had kunnen worden. Ja. Dank voor de opmerking. Nog andere vragen of opmerkingen?
Ik zou ook nog wel wat willen vragen, Goos. Ja. Ik voel me ook een rekkelijke jurist, dus in zoverre lijken we op elkaar. Ik geef veel trainingen aan sociale professionals. En nou, we weten allemaal dat er een nieuwe beroepscode nu ook voor alle sociale professionals geldt. Ik merk wel dat in heel veel organisaties, en zeker ook als ZZP'ers deelnemen aan de trainingen over beroepsethiek die ik geef, dat die niet makkelijk op een jurist terug kunnen vallen. Want je noemt het wel van goh, de jurist in de organisatie, maar nou, helaas is die in heel veel organisaties niet te vinden. Heb jij een suggestie? Want je zegt, ik bespreek niet uit en te na alle juridische aspecten waar mensen dan terecht kunnen. Want dat is toch wel iets, zeker als het om privacy gaat, dat komt bij mij in alle trainingen wel weer terug. Ja, in het boek worden wel een aantal organisaties genoemd waar je terecht kunt als je meer wilt weten bijvoorbeeld. Als het gaat bijvoorbeeld over schuldhulpverlening, dan worden er in de hoofdstukken erover, wordt daar wel iets over gezegd. En ook als het gaat over sociale relaties, dan vind je in het boek wel een aantal verwijzingen naar organisaties waar je meer informatie kunt halen. Ik zou denken dat organisaties in ieder geval moeten regelen dat er ergens juridische kennis kan worden gehaald of kan worden ingeroepen, al is het maar op afroep, maar dat je wel kennis ergens moet kunnen halen, omdat je niet van een sociale professional kunt verwachten dat hij dat allemaal tussen de oren heeft. Die moet van heel veel zaken wat weten, niet alleen van het recht. Ik vind het recht heel belangrijk, maar er zijn natuurlijk veel meer vakken belangrijk voor een sociale professional. En dit is niet het belangrijkste vak voor sociale professionals, maar wel een belangrijk vak. Dus ik zou denken dan de organisaties zullen daar iets voor moeten regelen. En als dat niet is, dan ja, ik weet niet zo goed wat daarmee moet. Behalve dat we studenten kunnen verwijzen naar en werkers kunnen verwijzen naar een aantal websites. Maar je mag niet van hen verwachten dat zij reageren als een jurist. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik geef de trainingen vanuit de beroepsvereniging, de BPSW. En ja. Ik verwijs hen ook naar het spreekuur en ook naar het online kunnen voorleggen van beroepsethische aspecten. Dus dat is in ieder geval wat. Ja, ja. Maar ik vind het wel jammer, want het zijn toch al vaak juridische vragen waar mensen er dan heel erg strak ineens in zich onzeker gaan voelen. Ja. En nou, dat is iets wat je niet wil. Nee. Nee. Nee, ik denk dat juristen belangrijk zijn om de sociale professional van nog meer kennis te voorzien, zodat hij zijn handen daarop kan afstemmen en daarmee kan doen wat nodig is om het beste te bereiken voor de cliënt, denk ik. En ja, dat kan je niet allemaal van een sociale professional zelf verwachten. Want dan moet je wel hele gedetailleerde kennis gaan geven. En daar, dat is de meeste hogescholen, is daar niet de ruimte voor. Ik zie dat er nog een andere vraag is. Ja, Monique Everts hier, Hogeschool Rotterdam, opleiding Social Work, collega van Patrick Pronk. Mijn vraag sluit eigenlijk een beetje aan bij de vraag van Lenny Haarsma van zojuist. Of dat je in de praktijk merkt, in de lessen, je bent uitgegaan van de mensenrechten in het boek als rode draad, maar of dat je in de praktijk merkt of dat er toch een lacune ontstaat tussen het behandelen van de mensenrechten en natuurlijk de wijze waarop die in de nationale wetgeving verwerkt zijn. Want dat zijn natuurlijk meer de praktische handvatten waar bijvoorbeeld social workers mee moeten werken. Kun je een voorbeeld noemen daarvan? Je noemde bijvoorbeeld recht op privacy. Ja. Naar aanleiding van die brief van die geopende brief van die mevrouw. Ja. Dat is dan maar we hebben natuurlijk ook gewoon het briefgeheim. Ja. Dus dat het dan ook vertaald wordt, zal ik maar zeggen, op meer praktisch uitvoerbaar niveau, waar social workers mogelijk meer handvatten aan hebben dan om uit te gaan van de mensenrechten in het algemeen. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, nou, ik vind de mensenrechten belangrijk omdat het een onderdeel vormt van de internationale definitie van het sociaal werk. Mm-hmm. En ik heb geprobeerd dat ook wat praktisch te laten zijn in de hoofdstukken. Mm-hmm. En dat vind ik ook lastig. Dat vond ik een lastige verhaal. Omdat het neigt soms ook een beetje naar van het wordt bijna gebabbel. En het is geen gebabbel. Het zijn belangrijke kaders.
En ik probeer met studenten probeer ik daar in de praktijk invulling aan te geven. Door daar met elkaar over te discussiëren en te zeggen, waar zitten nou de grenzen? En bij sommige zaken, dan haal ik daar wel jurisprudentie bij, denk ik. Want dan is dat van belang om dat nog verder toe te lichten of omdat een recht verder is uitgewerkt, bijvoorbeeld. Maar de meeste doe ik dat niet en probeer ik het vooral als een soort denkkader te gebruiken. Maar ja, daar valt misschien nog wel, ik zou eens moeten kijken hoe dat nou bevalt. Ik doe dit nu een half jaar met dit boek. Ik moet eens gaan kijken hoe dat bevalt en of daar nog dingen verder in uitgewerkt moeten worden. Oké, bedankt voor je antwoord. Nog een vraag zie ik. Dan zie je waarschijnlijk die van mij, Willem. Ja, ja. Ik ben docent bij Hogeschool Vira in Zwolle. Ik kom zelf vanuit het werkveld, ben al jaren docent en geef het vak recht samen met een jurist. Dus dat is wel heel leuk om het samen te doen. Maar ik heb eigenlijk twee vragen voor nu. Ook gewoon heel praktisch als docent. Ik vraag me even af van, zoals die website. Ik heb het boek en de website bekeken. Maar wordt die ook bijgehouden? Ik zie bijvoorbeeld nu de beroepscode, die is net veranderd. Maar ik zie de link is bijvoorbeeld nog naar de oude beroepscode. Ja. Ja. En vorig jaar had ik bijvoorbeeld in de les, die geef ik elke keer zo december, januari. Dus dan veranderde per januari net allerlei wetten. Dat is nog wel eens lastig. Ja. Dus daar ben ik gewoon even benieuwd van, wordt dat bijgehouden of moet je dat zelf heel goed bijhouden? Ja, met de uitgever is de afspraak gemaakt dat op het moment dat dingen op de website komen, dat ze ook snel kunnen veranderen. En dat ze ook snel moeten worden aangepast. Dus ik zal, dat heb ik nu nog niet gedaan, maar ik zal met de uitgever daar een afspraak over maken hoe we dat precies gaan doen. Dat betekent ook dat ik een aantal dingen gewoon zal moeten blijven volgen en moet aangeven van waar dingen moeten veranderen. En dan moet dat inderdaad gebeuren. Dat is wel de bedoeling. Ja, oké, dat is mooi inderdaad. Ja, goed, moet het natuurlijk zelf ook wel in de gaten houden. Maar... En een andere praktische vraag is van, hoe toets je dit? Heb je daar een toets bij? Of hoe? Ja, ik maak voor de studenten een toets. Zij krijgen per blok is er een thema en rechten staan een onderdeel van. En ik maak, ik geloof, 12 toetsvragen voor studenten. Waarbij er 4 gaan over kennistoetsen. En 4 gaan over de toepassing van het recht. En 4 gaan over het inzicht in recht. En die maak ik per blok maak ik die toetsvragen. En dat zijn open vragen dan, begrijp ik? Of... In de zin van? Nou, je stelt de vraag, zij kunnen gewoon zelf schrijven zijn antwoord. Ik bedoel, het zijn multiple choice. Oké, wel hebben ze. Drie keuzes hebben ze en ze moeten er één van kiezen. Zo is het systeem bij Zuid geregeld. Ja, daar sluit ik mij bij aan natuurlijk, ja, dan. Mm-hmm. Ja. Oké. Maar ik zit te denken, maar dan moet ik ook even met mijn collega's overleggen. Ik vind het geen probleem om dat soort zaken te delen met elkaar, hoor. Ik denk dat we ernaar moeten streven dat de kennis die er is en dat iedereen zijn voordeel ermee kan doen. En dan niet zeggen dat dat ook zo moet, maar dat je daar je voordeel mee kan doen. En uiteindelijk moet het toe leiden dat het onderwijs voor studenten kwalitatief goed onderwijs is natuurlijk. Ja, nou ja, als het gedeeld kan worden, dat zou mij sowieso heel erg helpen. Ik vind het onderwijs altijd heel mooi, die toets vind ik altijd om te maken. Ja, ik ga niet over de verwerking van die toetsen en dat soort zaken meer, maar ik wil het wel met mijn collega's bespreken om te kijken of ik dat kan delen. Maar dan zou je wel even je gegevens moeten achterlaten. Of bij Coutinho, dat ik ze krijg, of hoe dan ook. Ja. En dan kan ik het toesturen. Ja, oké. Is goed. Bedankt. Wij hebben de gegevens van de inschrijving hiervoor. Dus als je het vindt, Willem, dan kan ik die delen met Goos. Ik verstond één zin niet. Als je het goed vindt. Als je het goed vindt. Dan kan ik het delen. Dat is prima. Ja. Oké, ga ik dat doen. Ja. Maar dat betekent dat ik in ieder geval daarop reageer. Want ook als mijn hogeschool zegt van, nou, dat gaan we niet delen met de andere hogescholen, dan laat ik dat ook weten. Ja, ja. Nee, is goed. Ja, snap ik. Nog andere vragen? Nee? Nee, volgens mij was dit het.
Oké. Dank dan voor jullie aandacht en belangstelling voor dit boek. Mocht je ermee werken en mocht er de opmerking zijn, dan hoor ik ze graag. Want ik ben natuurlijk ook niet helemaal feilloos. Dus we kunnen altijd dingen in verbeteren, denk ik. Dus mocht dat zo zien. Nou, ik had al één opmerking gekregen over de rol van gemeentes. Maar dan hoor ik dat graag. Oké. Nou, jij hartelijk bedankt, Goos, voor je fijne presentatie en al je uitleg. En fijn dat je dat hebt willen doen voor iedereen. Graag gedaan. Graag gedaan.